Beste kijker, welkom. Fijn dat u weer kijkt naar een nieuwe aflevering van In Gesprek Met. Ik ben Aranza Swedo en samen met cameraman Rivolino Tjuntaksen brengen wij u het eerste deel. In dit deel gaan wij praten met Anil Manurat van de CUS, de Culturele Unie Suriname, en we gaan het hebben over Diwali. Blijf te kijken. Goeiedag meneer Anil, dank u wel dat u tijd heeft vrijgemaakt om met ons te zitten vandaag. Hoe gaat het met u? Met mij gaat het goed, met u? Met mij gaat het ook prima, dank bedankt u wel. Bedankt voor de uitnodiging. Yes, doen we graag. Allereerst, we gaan het hebben over Diwali en alles dat daarmee te maken heeft. Maar voordat we daarmee starten, wie is Anil en wat doet u allemaal precies? Oh, ik ben Anil Manurat. Ik ben voorzitter van de Culturele Unie Suriname. En wij houden al jaren bezig met de activiteit op het plein, rondom het plein met Diwali. En immigratie en Phagwa en hoogtijdagen zoals Kitikoti, Chinese immigratie. Zo zijn wij Culturele Suriname en we houden bezig met al die activiteiten eigenlijk. We zijn een culturele organisatie, dus we participeren bij alle cultuurgroepen. Dat is mooi gezegd. Mooie activiteiten trouwens wat jullie organiseren, waren vorig jaar denk ik live op het Onafhankelijkheidsplein toen werd Diwali gevierd. Ja. Wat is Diwali precies? Diwali is eigenlijk een lichtjesfeest, noemen we dat. En daar worden lampjes aangestoken. En die lampjes worden gemaakt van klei. En daar zit geklaarde boter erin met watten. En die worden tijdens Diwali dag, de dag zelf, dus zondag, voor dit jaar is het zondag 12 november. Ongeveer wanneer het een beetje schemerig begint te worden, dan gaan wij bidden tot de Almachtige. In het bijzonder met Diwali gaan wij naar bidden voor Lakshmi Mata. Dat is de godin voor welzijn en welvaart. En wanneer we gebeden hebben, dan maken we lichtjes aan en proberen onze woning, onze erf, overal lichtjes te plaatsen. Dus die dia's noemen we dat, te plaatsen zodat alles verlicht wordt. Wat is de geschiedenis achter Diwali? Diwali is eigenlijk begonnen als we teruggaan naar Ramayana. Ik denk dat u dat wel weet, Ramayana van Sri Ram Prabhu. Hij had toen de demon Ravan vermoord, dus hij had hem vermoord. En toen hij dan terugkwam naar Ayodhya, 14 jaar lang was hij verbannen uit zijn paleis of zijn koninkrijk. Hij moest 14 jaar in het bos gaan leven. En na 14 jaar zou hij terugkeren naar Ayodhya weer, van waar eigenlijk hij oorspronkelijk was. En omdat 14 jaar lang het droevige was in het dorp, in het rijkdom, toen zijn ze dan, hebben ze gehoord dat Sri Ramchandra komt. Hij komt terug naar Ayodhya. En uit blijdschap zijn ze dan rijen van lichtjes gaan plaatsen. Dus die Pauli noem je een rijtjes van lichtjes. Toen zijn ze lichtjes gaan plaatsen om Ayodhya helemaal te verlichten voor de aankomst van Sri Ram. Dat is een god ook. Hè? Sri Ram is een incarnatie van Vishnu Bhagwan, wat wij in de Hindoeïsme kennen. En om dat te vieren hebben ze dan, is dat Diwali ontstaan. Oké. Mooi verhaal trouwens. Ja. Waarom is het belangrijk of waarom wordt het gezien als een heel belangrijke feestdag? Diwali is een hele belangrijke feestdag, omdat Diwali al twee dagen ervoor begint. Dat is vrijdag al. Dat is de dag voor Dhanvantri, noemen wij dat. En dat is de god van medicijnen, Ayurveda. En die geeft ons medicijnen, de Ayurveda die wij hebben. Daaruit is het begonnen. En daar heb je dan een dag ervoor, daar heb je Yamdia. En Yamdia die branden wij en dan bidden wij tot de koning van Yam. Degene die eigenlijk de overleden komt halen, wanneer die gaat overlijden. Dat er niemand in je familie eigenlijk door een ongeluk of wat gaat sterven. Iedereen een natuurlijke dood gaat krijgen. Vandaar dat we al vanaf twee dagen van tevoren beginnen. Oké, prima. Als we moeten kijken naar alles, net, u heeft het net zo mooi verteld, maar vindt u dat er genoeg bewustwording is over cultuur onder de Hindoestaanse jongeren anno 2023? De Hindoestaanse jongeren, niet alleen Hindoestaanse jongeren, maar over het algemene. Het cultuur moet meer gepromoot worden. Mensen moeten hun cultuur beter leren kennen. Ik heb een paar keer in interviews al gezegd dat we eigenlijk van de lagere schoolbanken al moeten beginnen om het cultuur te kunnen leren.
In de kleuterklas moet u al aan iedereen proberen te leren van wie zijn wij. Wij zijn van een Hindoestaanse cultuurgroep of een inheemse cultuurgroep. Daar moeten we dat die verscheidenheid die er is, daar beginnen te leren. En wanneer de kinderen wat ouder worden, begrijpen ze ook elkaar. Dan weten ze dat ook. Ik heb begrepen dat ze pas op de VWO zo'n cultuurvak hebben. Maar het cultuurvak moet eigenlijk al op de lagere school beginnen. Dat heb ik een paar keer interviews al gegeven, dus ik hoop dat de mensen dat meenemen. Als we daar beginnen, ben ik er 100% van zeker dat er over 10 jaar weer een ander soort generatie zullen hebben die elkaar meer zullen begrijpen en meer zullen waarderen. Ja, los van Diwali, welke andere feestdagen zijn markante feestdagen voor de Hindoestaanse gemeenschap? Dus we hebben er eigenlijk veel, maar wat nationaal wordt gevierd is Holi Phagwa. En Diwali zijn twee grote activiteiten. Als u naar Holi kijkt, Phagwa dat we vieren, dan ziet u, iedereen doet mee. Ja. Iedereen, het is gewoon geaccepteerd. Al van welke cultuurgroep je ook bent, als je naar Onafhankelijkheidsplein gaat, ja, dan ziet u daar ook de mensen die uit het buitenland komen, die genieten mee met Phagwa. En dat is eigenlijk iets dat eigenlijk niet meer weg te werken is in Suriname. Nee, het mooie van niet. Suriname is dat we hier in harmonie leven. Maar als we het cultuuroverdrag, het cultuur van elke cultuurgroep beter naar voren proberen te brengen, dan ga je zien dat we elkaar beter zullen gaan begrijpen. Dat is mooi gezegd, hè? Inderdaad, helemaal waar. Inderdaad, het is Phagwa niet meer weg te denken. Iedereen verheugt zich zo'n beetje in die periode ernaartoe. Ja. Want dan gaan we lekker feesten, precies, lekker muziek eten. Dat is inderdaad het mooie van Suriname. Denkt u dat er op een gegeven moment, we leven nu in een samenleving, we zijn een hele mengelmoes in Suriname, mooi trouwens. Maar wat denkt u ervan? Wat denkt u dat eigenlijk die eenheid onder ons als Suriname kan versterken? Het eenheid, dat zeg ik, het eenheid te versterken, is elkaar accepteren. Je moet elkaar accepteren, elke traditie die we hebben, elke cultuur, dingen die we hebben, die wij doen, moeten we gewoon accepteren. We hebben wel een eenheid in Suriname. Als we dat zo kijken, dat er geen eenheid is, dat is politiek. Politiek zijn ze bezig elkaar een beetje, weet je, neer te trekken, maar het blijft politiek, begrijp je toch? Dat kan je niet meer gaan veranderen. Maar ik merk wel dat we toch in harmonie leven in Suriname. Ja. Als we moeten kijken naar de Hindoestaanse gemeenschap, het cultuur van jullie, is heel mooi trouwens. Verschillende gerechten, alles wat er daaromheen gebeurt. Welke tradities moeten voortblijven bestaan? Want we merken dat het een beetje gaat vervagen. In elk bevolkingsgroep heb je dat trouwens. Maar als we naar de Hindoestaanse gemeenschap kijken, welke tradities zouden we moeten vasthouden? Kijk, de tradities die we hebben, die proberen wij zo te koesteren. Kijk, onze talen moeten we houden. Onze keuken moeten wij houden. Godsdienst moeten we blijven houden. Daarom is ook Sanatendram, de grootste hindoe gemeenschap Sanatendram, ook bezig met cursussen voor jongeren te maken, zodat ze het cultuur bewust worden. Wat is eigenlijk hindoeïsme, wat is het cultuur, daarachter staat allemaal. Dus zij zijn bezig met hun programma's. Goed. Los van Sanatendram, wat zij allemaal doen, wat zijn de andere activiteiten die u vanuit uw organisatie doet om dat staande te blijven houden? Kijk, wij organiseren culturele activiteiten. We doen hoogtijdagen, zoals Diwali, Phagwa en de Hindoestaanse immigratie doen wij. We hebben ook tijdens de Ramadan ons iftarprogramma, waarbij we een avondje voor de moslimbroeders organiseren om te kunnen ontvasten die dag. En daarnaast proberen wij een culturele programma erbij te zetten. Wij doen moeite om jongeren te trainen. Om het cultuurgebeuren te leren en het overdracht moet ook plaatsvinden. Er moeten straks jongeren zijn die dat overnemen. Kijk, de Suriname Dia die we op de plein plaatsen, komt dit jaar voor de 16e keer. Ja. En ik begrijp dat het door moet gaan. Het is een traditie geworden. Ik weet niet of het weg te denken is. Iedereen verheugt ernaar, omdat alles het gebeuren heel op het Onafhankelijkheidsplein. Mensen verheugen ernaar. Dus zo proberen wij programma's te creëren en mensen te brengen naar elkaar toe. Om de cultuuroverdracht en het cultuurbewustzijn te brengen. Hoe zal Diwali van het jaar gevierd worden? Goed, Diwali gaan wij vieren aanstaande vrijdag op het Onafhankelijkheidsplein. Dat is vrijdag 10 november. We gaan dan de Suriname Dia weer aansteken. En hoe ik het net aan u vertelde, van toen Surinamchander terugkwam naar Ayodhya. En toen had je die grote pushpavimans, noemen dat. Grote vogels die vliegen, gingen ze daarin zitten. Zo proberen wij ook dit jaar dat na te bootsen. En dan gaan we weer een pushpak hebben die vanuit boven
door middel van een kraan, weet je, door de lucht heen naar beneden gebracht gaat worden. En dan heb je de Flying Hanuman, de bekende. Die kinderen zijn dol op Hanuman. Dus die gaan wij dan weer presenteren. En om tegen 19:30 proberen wij de Suriname die aan te steken. Daarna gaat de president als eerste ghee zetten, geklaarde boter ghee zetten. Dan krijgt iedereen de gelegenheid om nog ghee te plaatsen of ghee te zetten in de Suriname dia. We beginnen om 19:00 met het podiumprogramma, het officieel gedeelte. En het gaat door tot 22:30 zoiets gaan wij dat proberen te presenteren met een multiculturele podiumprogramma met muziek, dans en van alles, gedichten en zo daarin allemaal. Oké, mooi. Dan gaan we weer terug naar de Nederlandse gemeenschap. Het is zondag echt jullie dag, dus we gaan het even daarop houden. Als u moet kijken naar de maatschappelijke ontwikkelingen van de Hindustanen anno 2023, bent u zelf trots? Ja, ik moet zeker trots zijn als Hindustan en ontwikkelingen, ja. Ja, waarom bent u zo trots erop? Trots te zijn is omdat de Hindustanen, zeker hier in Suriname, als we kijken, we zijn er ongeveer 150 jaar geleden naar hier toe gebracht. Mm-hmm. Afgelopen 5 juni hebben we dat groot gevierd met de president van India, die was gekomen ook. En dat we na 150 jaar toch onze traditie, onze cultuur, onze taal en alles kunnen bewaren, weet je. Daar voel ik me wel trots daarop. Kijk, we hebben nu een andere soort talen. Surinami is het geworden. Het is een mix van wat was gekomen en van Suriname. Maar die Hindi, die praten wij nog steeds. Dus ik moet zeker trots voelen, ja. Ja. Als je een boodschap zou moeten geven aan de Hindustaanse gemeenschap, wat zou die zijn? Een boodschap met Diwali of een boodschap... In het algemeen en in verband met Diwali. Dus een boodschap, zeker als ik zou geven, zou ik niet alleen naar de Hindustaanse gemeenschap geven. We moeten geen verdeeldheid creëren in Suriname. We leven allemaal, ik zeg het al, gezamenlijk. We zijn allemaal broeders en zusters. En dat moeten we zo proberen te houden. Want u houdt toch ook van die roti van mij. En ik hou ook van die heri van u. Absoluut. En die pom en zo, begrijp je. En dat moeten we blijven creëren. We moeten die liefde, die broederliefde die we hebben. Die eenheid die we hebben in Suriname proberen te behouden. En daarmee gaan wij kunnen groeien. We zijn een voorbeeldland eigenlijk op de hele wereld hoe wij hier leven. En het is belangrijk dat we dat proberen te koesteren, dat proberen te bewaren. En met Diwali zou ik zeker zeggen, laten we niet... Kijk, we maken onze huizen schoon, we maken ons erf schoon. Met Diwali alles schoon moet zijn, want we willen de godin Lakshmi Mata thuis bij ons hebben. We gaan het zondag uitnodigen, de godin, om thuis bij ons te kunnen komen, om ze te kunnen zegenen met welzijn, welvaart, goede gezondheid. Maar zo willen wij ook dat iedereen in Suriname gezegend wordt. Ieder moet niet alleen hun huizen schoonmaken, maar innerlijke is belangrijk. Moet je innerlijke schoonmaken. Probeer de kwade dingen, de slechte eigenschappen, de gedachten die je hebt, probeer dat weg te werken. Probeer goede dingen mee te nemen, zodat we het samen kunnen doen. We zijn in een land, we proberen elke keer vooruit te gaan, maar het lukt niet, je ziet het zelf. Elke keer lopen we achteruit in het land. Maar als we dat samen proberen te doen, denken we zeker dat we in de toekomst zeker ergens zullen zijn waarop de wereld zeker u gaat kunnen zeggen. Begrijpt u? Ja. Dus laten we onszelf verlichten, laten we het innerlijke van ons schoon houden. U mag van welke godsdienst ook dan zijn. Laten we zondag allemaal een kaarsje aansteken. Laten we Suriname helemaal verlichten. Waar u ook woont, pak een kaarsje en op uw manier, wie u gelooft, bid tot de Almachtige en maak een kaarsje aan. Laat Suriname helemaal verlicht worden en we gaan zeker goede tijden tegemoet gaan. Dank u wel, meneer Aneel. Ik wens jullie heel veel succes toe en ik kijk echt uit naar de Diwali-viering van het jaar. Ja, hartelijk dank. Ik wil nog even, voordat ik afsluit, nog even 2 dingen bij vertellen. We gaan vrijdag beginnen met de nationale Diwali-facilitatie op het Onafhankelijkheidsplein. Mm-hmm. En we gaan dan door. De dia gaat blijven staan tot zondag 12 november, dus het gaat door blijven branden. Maar zaterdag hebben we ook een programma daar. Er zijn eetstands daar waar u lekkere bara, jalebi en zo kunt kopen. Vanaf vrijdag al zijn er de hele nagar, een Diwali nagar, waarbij heel veel dingen te verkrijgen zullen zijn. Zaterdag hebben we ook wat muziek daar zo voor u, voor entertainment. En meestal op de zaterdag, een dag voor Diwali, hebben alle tempels zo'n Diwali optocht. Die kent u ook, toch? Ja. En al die optochten komen ook dan zaterdag naar het Onafhankelijkheidsplein. Dus komt u ook daar een beetje lekker genieten. En zondag wens ik naar iedereen een Shubh Diwali alvast. Laten we het mooi
mooi maken. Laten we het goed vieren. En laten we bidden voor het Almachtige. Niet alleen voor onszelf. Laten we dat niet doen. Maar laten we bidden voor iedereen over de hele wereld. Dat ze gezond mogen zijn. En dat ieder welzijn en welvaart mag krijgen. Dank u wel, dat heeft u heel mooi afgesloten. We zijn er in ieder geval wel bij. Ik wens u natuurlijk wel heel veel succes. En we kijken naar hele lichtvolle dagen ja. Dit weekend. Aan ieder alvast Shubh Diwali. Yes, dank u wel. En met de woorden, de boodschap van meneer Anil, zijn we aan het eind gekomen van het eerste deel. Gaat u niet weg, want we hebben een tweede deel voor u. Beste kijker, welkom bij het tweede deel. In het eerste deel hebben we gesproken over Diwali met de heer Anil Manurat. In het tweede deel gaan we praten met mevrouw Tosca Pinas. Zij is de voorzitter van WUMEC. We staan nu op het terrein van de Maritieme Autoriteit Suriname. We gaan het hebben over wat WUMEC allemaal doet en waarom het belangrijk is om de bewustwording te creëren over vrouwen in de maritieme sector. Ik ben Aranza Swedo en samen met Carlos Merton, de cameraman, brengen wij u het tweede deel. Dag mevrouw Tosca Pinas, dank u wel dat u tijd heeft vrijgemaakt om met ons te zitten. Hoe gaat het met u? Oh, het gaat hoor. Voordat we beginnen over WUMEC, wil ik eerst weten, wat doet mevrouw Tosca Pinas in de maritieme wereld? Oké, ik zit namelijk bij de Maritieme Autoriteit Suriname in de functie van Head Quality and Control. In die positie hou ik me namelijk bezig met kwaliteitsaudit. Ik ben zelf ISO kwaliteitsauditor. Daarnaast hou ik me in dat kader ook bezig met risk business continuïteit van de organisatie. Ik kan ook aangeven dat we in 2018 Suriname de IMO audit heeft ondergaan, naam afgekort IMSAS. En we hebben dan ook een nationale coördinatieteam, die ik namelijk ook voorzit. De bedoeling van deze audit is dat je als land, dat men nagaat tegen eigenlijk het schema dat ze hebben, hoe eigenlijk je zelf invulling geeft aan de conventies die jij hebt geratificeerd. En dat is een van de zaken. Daarnaast hou ik me dan ook bezig met samen met de afdeling HRM voor wat betreft dan het gendergebeuren. Oh, dat is een mondvol en u doet heel veel in de maritieme wereld, moet ik zeggen. Hoe bent u hierin beland? Nou, ik heb een achtergrond van bedrijfseconomie. Ik heb jarenlang gezeten bij de Centrale Landse Accountantsdienst. En op een gegeven moment zag ik een vacature bij de Maritieme Autoriteit Suriname. En dat leek me interessant, dus ik dacht van, laat mij maar eens proberen. En ik kwam in 2008. Kwam ik bij MAS werken. Eerst als internal auditor, want dat is uiteraard wat je doet. En natuurlijk ondergaat de organisatie dan ook de nodige veranderingen. En zodoende zijn we dan verder gaan kijken binnen de organisatie naar wat er eigenlijk nodig was om die ons te brengen. Zoals het Low Striving for Excellence. En dan hebben we dan ook onze organisatiestructuur waar nodig aangepast. Taken, functies ook. En op een gegeven moment kwam dan strategisch businessplan erbij. Dus dat moest ik dan monitoren, schrijven, processen. En ik kwam ook in een rijdende trein terecht voor wat de ISO audit betreft. Want ik weet, geloof me, niks van audit toen ik kwam. Financial audit, want dat is mijn achtergrond, maar kwaliteitsaudit niet. Maar ik kwam in een rijdende trein terecht en je leert. Je leert en je doet mee aan de opleiding, de trainingen. En vanaf 2008 kan ik ook zeggen dat ik dat ook onder mijn beheer heb. En zodoende. Dus op een gegeven moment zeg je van oké. En de organisatie MAS die breidt zich uit, dus er is genoeg te doen. Ja, er is inderdaad wel genoeg te doen. U heeft het zo mooi uitgelegd hoe u erin bent gerold. Nu zit u in de functie voorzitter van WUMEC Suriname. Ja. Wat is WUMEC precies? Oké, WUMEC staat voor Women in Maritime Association Caribbean.
Ontstaan van WIMEC komt voor uit cijfers, die surveys die zijn gedaan. We hebben bijvoorbeeld recent in 2021, heeft de IMO samen met WISTA, dat is ook een grote women organization, ze hebben onderzoek gedaan binnen die 175 lidstaten van de IMO. En wat bleek, slechts 2% anno 2021 van het zeevarend personeel bestaat uit vrouwen. En ik kan ook aangeven van die workforce, binnen al die landen, dat slechts 20% vrouwen zijn. En zo zijn er nog wat cijfers. En zelf deskundig personeel, dat is maar 14%. En dat is 2021. Dus je kunt zich voorstellen, 1988 zag de situatie er ook anders uit. En vanaf 1988 zijn ze dan begonnen met een speciale programma voor vrouwen, voor die bewustwording. En daarbinnen hebben ze dan ook associaties, vrouwenassociaties in diverse regio's van de wereld opgezet. En zo ook in april 2015, ook in Caribisch gebied, twee dames vanuit Jamaica, Claudia Grant en Vivette Grant. Dus zij hebben daar naar aanleiding, omdat zij ook al heel lang in de sector zaten, en zij zagen ook die noodzaak. En ze hebben toen een paper geschreven. Onderzoek gedaan in het Caribisch gebied, waaronder ook Suriname, naar de positie van vrouwen. En dat rapport is eigenlijk gepresenteerd tijdens een Women Global Conference in 2014 en 2015. Ze hebben de mens zag ook de noodzaak voor zo'n associatie in het Caribisch gebied. En april 2015 hebben wij dan onze eerste, je kan zeggen, onze eerste WIMEC meeting. Toen stond WIMEC nog niet, dus vrouwen van het Caribisch gebied kwamen bij elkaar, april 2015, ik kan me die dag nog zo herinneren. We kwamen bij elkaar en we hebben zelf dan de naam gekozen van Women in Maritime Association Caribbean. En we hebben daar ook een tussentijdse bestuur dan gekozen, waar ik ook werd gekozen in de functie van Director Finance. Mooi. Ja. En ik, natuurlijk, net als wat u zei, net als Women in Mining bijvoorbeeld, is ook iets waarvan je zoiets hebt van, het is niet zo veel voorkomend. Mm. Anno 2023 zou daar een verandering in gebracht moeten worden. Ja. Hoe proberen jullie invulling daaraan te geven? Eigenlijk werken we op basis van die drie pilaren van de IMO, dat is training, recognition, daarmee is me even ontgaan, waarbij wij proberen om vrouwen die positie te geven in de maritieme sector. Vaak genoeg denken we, als we horen, de maritieme sector is echt een male-dominated world. Men denkt vaak genoeg van dat het gaat om werkzaamheden die alleen op het water moeten geschieden. Maar dat is natuurlijk niet zo. De maritieme sector is een zeer ruime sector, is zo van belang. Ik zeg mensen altijd, zolang er water is, zal de maritieme sector er altijd bestaan. En stelt u zich voor hoeveel procent, bijna 70%, 80%, 90% van alles binnen Suriname komt via het water binnen. En daar praten we alleen over Suriname. We hebben het niet eens over al die andere landen nog. Dus op een gegeven moment dan gaan we dan kijken naar trainingen bijvoorbeeld, waarbij vanuit de IMO ook beurzen ter beschikking worden gesteld. Ik weet bijvoorbeeld van de World Maritime University, waar het streven is dat er echt 50% van het aantal studenten die zich jaarlijks inschrijven, dat het tenminste 50 moet zijn. Recent heb ik gelezen dat het dit jaar ook die, ik dacht 51% was. Hou me tegen, maar ik dacht 51. We hebben bijvoorbeeld ook de IMLI. Dus er zijn ook andere initiatieven die worden genomen. Dus binnen training, ik weet dat de IMO ook een samenwerking heeft, bijvoorbeeld met Galilee. Dat is in Israël. Dus zo zijn er wat initiatieven zelf vanuit de IMO. Er zijn ook trainingen gegeven, ook cursussen gegeven. Waarbij je hebt lidlanden die dan bepaalde trainingen, cursussen aangeven. En dat wordt dan in samenwerking met de IMO gedaan. En daar worden vrouwen dan ook in de gelegenheid gesteld. Ik moet ook zeggen dat als we bijvoorbeeld ook vanuit de IMO dan verzoeken krijgen om voor een bepaalde training, conferentie, workshop, dat ook bijna expliciet daarbij staat dat in het kader van SDG 5, dat is gender equality, dus dat gevraagd wordt dat steeds tenminste één vrouw gaat participeren. Dus we werken er echt heel, heel, heel hard aan.
Ja, en het is ook nodig. Mevrouw Daphne heeft het tijdens de open dag zo mooi gezegd. Ja. De toekomst ligt op het water. Ja. En dat is inderdaad wel zo. Ja. Maar die bewustwording vanaf eigenlijk de schoolbanken. Hoe vindt u dat we dat eigenlijk kunnen oplossen of helpen creëren? Een betere bewustwording. Wat ik persoonlijk denk is dat je met beleid en strategie dat je heel veel kan bereiken. We hebben wel een Suriname Maritime Instituut hier. Dus die zit ook op het terrein van de MAS. Maar wil je eigenlijk een grotere bewustwording creëren, dan moet je in feite al vanaf, zeg ik van, op gloniveau die bewustwording dan gaan kweken. Want vaag genoeg, kijk, we zijn in Suriname, vaag genoeg is het zo dat men denkt van oké, technische beroepen zijn niet voor vrouwen. Dus iedereen wil dat kind, dat hun dochter, toch, zus, neigt naar MULO gaat, HAVO gaat en zo aan. En zodat ze eigenlijk op een bank, verzekering, dus ja, die bedrijven hier met vaart. Maar ik kan zeggen, het maritieme bestaat niet alleen uit werkzaamheden, taken, functies van het water. Ik zei het al, ik ben bijvoorbeeld bedrijfseconoom en ik zit ook in de maritieme sector. Je hebt ook een heleboel, je hebt echt ook een platform voor maritieme economen. Je hebt ook maritieme juristen. Ik zeg, we hebben ook voor de verzekeringsmaatschappij, we hebben ook artsen nodig voor die maritieme sector. Dus het is dat we beleid moeten gaan uitstippelen, dat we ook een strategie zouden moeten hebben. En dat kan ook in samenwerking met het ministerie van Onderwijs geschieden, waarbij daar die bewustwording op gang komt van, maar het is niet de maritieme sector alleen, maar de bewustwording van dat er ook andere sectoren zijn, los van die traditionele sectoren, ja, die wij nu kennen, de handel en zo. Maar de maritieme sector heeft ook een bepaalde specialisme nodig. Mm-hmm. Je kan wel een jurist zijn bijvoorbeeld, maar je moet je op een gegeven moment toch gaan specialiseren in die conventies. Mm-hmm. Want op een gegeven moment ga je dan op basis daarvan moet je kunnen werken. Wij zijn economen. Zo? Ik zit als auditor hier. Dus het is niet dat je kan wel overal gaan auditen, maar in de maritieme sector moet je toch begrijpen, je moet toch wat maritieme kennis hebben. Mm-hmm. En die opportunities zijn er wel. Ja, inderdaad, net als wat u zegt, er is zoveel meer te doen. Wat doet de MAS eraan? Dan ga ik even kijken in de positie nu als master, om het zo te zeggen. Wat wordt er vanuit het bedrijf aangedaan om die bewustwording te helpen creëren? Zijn er projecten misschien die lopen? Ja, UMAC is één van ze. Wij worden volledig ondersteund. WIMEC bestaat al Suriname. Hebben we in december 2021 gelauncht. Kan je zeggen, echt met ondersteuning van het ministerie van Transport, Binnenlandse Zaken. Dus de minister Jubitana, de minister van... naam is me even ontgaan. Van Binnenlandse Zaken... Somohadjo, onze directeur hier, meneer Amavo, meneer Talia van Havenbeheer en ook mevrouw Diepuwelt. Dus we krijgen die ondersteuning van hun. En MAS ondersteunt daarbij. We krijgen echt de volledige ondersteuning van de directeur van MAS. Kijk, WIMEC bijvoorbeeld heeft op dit moment, we hebben geen budget. Snap je? Dus alles wat we doen dan verzoeken en conform worden we dan ook ondersteund. Wat de MAS verder doet aan MAS heeft ook, bijvoorbeeld doet ook wat ondersteuning als het gaat om, jullie kennen eigenlijk het Excellence Award die wij ook geven aan studenten die een bepaalde, eigenlijk de best geslaagd, dus dat zijn ook projecten die wij doen. Wij hebben dan ook scholenbezoek bijvoorbeeld, zodat studenten, leerlingen kunnen komen om te kijken naar de mogelijkheden. De Maritieme Opendag is ook een initiatief van de MAS dat echt begonnen is vanuit een afdeling nautisch beheer. En dat, je ziet wat het vandaag aan de dag, en het is zich aan het ontwikkelen, het is aan het groeien. Wij hebben bijvoorbeeld ook de Maritiem Instituut, zoals ik het al zei. Dus daar doet de MAS ook al heel veel. Want wij zijn bijvoorbeeld ook bezig om te kijken van, is het mogelijk om ook beurzen te bieden aan studenten? En natuurlijk, binnen WIMEC kijken we dan ook naar de dames.
Ja, vooral naar de dames. Ja. Maar wat ik ook heb opgemerkt, er is niet echt een doorstroom qua scholing als zodanig in de maritieme sector. Mm. Als je bijvoorbeeld van HAVO komt, kan je naar de universiteit gaan, je kan jurist worden, je kan econoom worden. Mm. Hoe denkt u dat we dat kunnen oppakken, zodat die doorstroming vanaf GLO tot op HBO-niveau iets makkelijker gaat? Nou, dat noemde ik al, hè. Dat zei ik al van... Je gaat natuurlijk gaan kijken naar wat zijn die mogelijkheden. Ik was recent in Jamaica en daar hebben ze bijvoorbeeld de Caribbean Maritime University. Mm-hmm. En daar kijken naar mogelijkheden van als onze studenten hier afstuderen. En dat is ook iets waarnaar MAS ook kijkt, kan ik zeggen. Van wat zijn die andere mogelijkheden dat als studenten hier afstuderen, dat ze toch door kunnen gaan. Toch? Mm-hmm. Maar we hebben ze uiteraard ook hier in Suriname nodig, yeah. Snap je? Dus je kan zeggen van dat ze kunnen gaan om zich dan verder te scholen voor wat we nog niet hier hebben. Maar we hebben onze eigen studenten ook nodig. Maar er zijn wel mogelijkheden om te netwerken. Ik zei al beurzen die ook beschikbaar worden gesteld via eigenlijk maritieme universiteiten. Ja, heeft u nog informatie over WIMEC dat u wilt toevoegen? Ja, wat ik nog wil aangeven is dat WIMEC is wel een jonge organisatie. Ik kan ook aangeven dat Suriname altijd in het bestuur heeft gezeten. Ik zat erin tot en met 2020, tot 2020 en vanaf 2020 zit een collega van me. Dat is mevrouw Lila en eigenlijk ook altijd in de positie van director finance. Dus het is belangrijk om ook op regionaal niveau... om ook eigenlijk daar een bijdrage te leveren. Wij hebben onze chapter en wij geloven in netwerken. We zijn nu bezig om, om eigenlijk het Nederlands deel van het Caribisch gebied, inclusief Nederland, dat ook een netwerk op te zetten voor de maritieme vrouwen in de maritiem. En nu zijn we zover dat we hebben kunnen ondersteunen. En Curaçao heeft nu recent ook een chapter gelaunched. En we kijken daar, wij ondersteunen ze ook naar hun formaliseren tot een vereniging, want dat zijn wij op dit moment al. En nu bijvoorbeeld heeft Aruba ook gevraagd voor die ondersteuning. En wanneer we zover zijn met Aruba, dus dan kijken we dan verder, zodat wij eigenlijk met elkaar kunnen gaan netwerken. Want kijk, we zijn wel deel van het Caribisch gebied, dat Engels, maar je weet, dat is soms ook een beperking. Yeah. Het is soms ook een beperking voor onze vrouwen. En ik zeg, wil je in de maritieme sector echt werken, dan zou je echt ook de talen van de IMO, dus de internationale talen, toch? Eigenlijk, ik zeg, de drie belangrijkste talen, Engels, Frans, Spaans, maar Engels ligt het dichtst bij ons. Die zou je wel moeten kunnen. Maar dat is ook een vereiste. Als je meedoet aan opleidingen, trainingen, whatever, wat je wil gaan doen. Dat je ook voldoet. En dat betekent dat je zeker ook een test moet doen. Mm-hmm. Dus het is niet dat je kan aangeven van ja, ik praat goed Engels. Nee, je moet dat kunnen weergeven. Yeah. Door testen die je dan doet. Dus dat is wel een beperking. Maar heb je dan ook het Nederlandstalig deel bij elkaar... Ook ten aanzien van onze wetgeving. Ik ben geen jurist, maar ik heb begrepen dat het Engels deel, dat ze een ander type wetgeving hebben die wij hebben. Dus, en wij liggen dan ook dichter bij elkaar. Dus zodat het ook makkelijker is om eigenlijk met elkaar samen te werken. Ik kan ook zeggen dat we ook heel, heel goede samenwerking hebben met onze buurland, dat is Guyana. Ik kan ook aangeven, voor zij die het niet weten, dat we vanaf 2022... dat we ook op 18 mei Internationale Dag van de Vrouw in de Maritiem vieren. Ja. En dat is zo belangrijk, omdat je die bewustwording zo opgaat. Want los van 8 maart, daar heb je dan ook 18 mei. Dat zijn we echt vrouwen die in de maritiem zitten. Daar kunnen we elkaar die plek geven. Ik kan ook zeggen dat we... eerste kwartaal van het jaar hebben wij ook mevrouw Kotzebue. Zij is dan mevrouw Merville Kotzebue. Zij is directeur bij DP World. Hebben we haar ook voorgedragen en bij een OAS-CIP Award. En geloof me, ze is de eerste vrouw in het Caribisch gebied die eigenlijk de Most Outstanding Award voor Ports and Maritime heeft gewonnen in 2023. Dus wat doen wij? Wij kijken nu alvast uit naar 2024.
staat, zal het weer open zijn. Ja. En dan gaan we dan weer voordragen. Ja. Want geloof me, de Surinaamse vrouwen doen het niet slecht. Precies. Ja, ja, u heeft zoveel aangehaald. Ik heb de dag van de maritieme, vrouwen in de maritieme, heb ik zo toevallig wel onthouden. Ja. En het is allemaal mooi om te horen wat jullie doen. Mm. Heeft u nog een boodschap waarmee u wilt afsluiten? Ja, tuurlijk. Vrouwen met name, sluit je aan bij WIMEC. Wij hebben op Facebook, zal je ons vinden, onder WIMEC chapter Suriname. En ja, we zijn ook telefonisch eigenlijk. Mijn nummer is 8918468. Maar via Facebook zijn we wel te bereiken. En dan sluit je aan. Want kijk, het gaat niet om mij. Maar het gaat om feiten, datgene wat de IMO wenst te bereiken binnen eigenlijk al die lidstaten. En geloof me, wij zitten echt in een favoriete positie dat wij worden ondersteund. Toch? Ik heb ook tijdens de Maritieme Open Dag ben ik ook langs bepaalde stands geweest. Heb ik ook tot bepaalde directeuren gesproken. En geloof me, ze omarmen WIMEC. Ja. Ze omarmen WIMEC Chapter Suriname. En natuurlijk gaan wij daarvan gaan kijken hoe kunnen wij gaan samenwerken. Want op een gegeven moment willen wij ook een database opzetten. En natuurlijk zijn we ook bezig met onderzoek doen van hoeveel vrouwen zijn er, waar zijn de vrouwen. Want ik kan je zeggen, we hebben een korte survey gedaan. En we praten over 2% vrouwen die varen. Maar Suriname heeft nog niet eens 2%. Naar onze eerste onderzoek dat we hebben gedaan. Snap je? Dus we hebben ook data nodig. We hebben ook data nodig. En daarmee zijn we ook met die bedrijven bezig. Dus ik kan zeggen van, sluit je aan. Er valt echt veel te halen uit de maritieme sector. Maakt niet uit wat je wenst te doen. We kunnen altijd kijken naar de mogelijkheden. We willen komen tot een database van vrouwen. Wat er is in Suriname. Ik zou zeggen vrouwenkracht. Ja. Wat we hebben aan vrouwenkracht in de maritieme sector is belangrijk. Zodat we, en onze visie willen we Suriname ook die plek geven. We hebben mevrouw Kotzebue voorgedragen, geweldig. Ja. Snap je? Er zijn ook andere vrouwen op dit moment in de sector. En ja, de derde pilaar is visibility. En wij willen ze zichtbaar houden. Volgend jaar komen we met een heel mooi programma. Dan ga ik je weer uitnodigen. Moet om u zeker zijn. Doen. Ja, moet u zeker doen. Dank u wel voor de informatie. Ik vond het heel spannend. Ja. Ik zou zeggen, gaat u natuurlijk of gaan jullie verder met het goed werk. En we kijken sowieso uit naar meer van WIMEC. Absoluut. Is goed, dank ook u. Bedankt aan u. Dank u. En met deze oproep van mevrouw Pinas, de voorzitter van WIMEC, zijn we aan het eind gekomen van deze aflevering van In Gesprek Met. We hebben het gehad over Diwali, waarom het belangrijk is voor onze Hindoestaanse broeders en zusters. En in het tweede deel hebben we gesproken over vrouwen in de maritieme sector. Ik weet dat u er veel aan heeft gehad, dus volgende week zijn we weer bij u terug met een nieuwe aflevering van In Gesprek Met.